Op een hoek van een kruispunt, aan de rand van Apeldoorn, staat een gebouw dat ik, als ik er niet naar op zoek was, ongetwijfeld voorbij was gereden. Door zijn eigen bescheidenheid, dat zeker, maar meer nog door de omgeving die hier op weinig subtiele wijze je aandacht eist. Het is een kruispunt dat u wel kent, uit Zwolle of Zaandam, ruim opgezet, stoplichten hangend boven de weg, een tankstation dichtbij en in twee hoeken van het kruis winkels. Ketens, Decathlon, Peter Bett, keukenconcurrent. Om de winkeliers uit de omgeving nog wat extra exposure te geven, staat bij het kruispunt ook nog eens een 20 meter hoge reclamezuil. Nee, de Mediamarkt zult u hier niet over het hoofd zien. Daar, op dat kruispunt dat ik nu al anderhalve minuut beschrijf, staat het gebouw met de rode dakpannetjes en de ongelofelijke geschiedenis die ik tot mijn eigen verbazing niet kende. Die ik tot mijn eigen verontwaardiging niet kende. Want dat deze plek met deze geschiedenis niet in ons collectieve geheugen gegrift staat, vind ik pijnlijk. Dat ik het gebouw toch bezocht kwam omdat ik uitgenodigd was. Als artist in residence verbleef ik 4 dagen in Apeldoorn om me te laten inspireren in het CODA. Een multifunctioneel cultuurgebouw in het centrum van Apeldoorn. Het werd een aangenaam verblijf waar ik door sympathieke mensen werd voorgelicht over de rijke nijverheidshistorie van Apeldoorn. Boeiende verhalen over de voormalige papierindustrie en een werkverschaffingsproject uit begin 20e eeuw voor herstellende TBC-patiënten dat zo succesvol bleek dat het houten speelgoed dat ze maakten tot in Japan werd verkocht. Maar wat me verreweg het meeste trof, was mijn bezoek aan het Apeldoornse Bos. Een Joodse psychiatrische instelling die begin 20e eeuw werd geopend en dramatisch tot zijn einde kwam. Sinds ik ooit met mijn opa naar Kamp Westerbork ging om informatie te vragen over een verdwenen jeugdvriendje van hem, en we daar bij gebrek aan internet ontvangen werden in een kamertje dat geheel gevuld was met boeken. Boeken met daarin alle namen van alle Nederlandse holocaustslachtoffers. Sinds ik daar mijn opa in de ogen had gekeken terwijl hem verteld werd wanneer en in welk kamp zijn vriendje was vermoord. Sinds die dag, of misschien nog wel eerder, toen ik op mijn 10e met mijn zus Schindlers List keek. Sindsdien is de Jodenvervolging altijd in mijn gedachten. Als iets wat kennelijk kan gebeuren. Mogelijk gemaakt door beschaafde mensen die fundamenteel niet verschillen van u en ik. Waarom die obsessie? Vroegen mensen me wel eens, ben je Joods? Nee, dacht ik dan. Maar hoe kan je eigenlijk niet steeds weer aan denken? En dus fietste ik op woensdagochtend naar het moeilijk vindbare herinneringscentrum Apeldoornse Bos. Daar op dat kruispunt. Het is gevestigd in het huis van de toenmalige directeur van het Apeldoornse Bos. De instelling die, zoals het toen genoemd werd, zorgde voor de behandeling van zenuw- en geesteszieken en zenuw- en geesteszwakken in de ruimste zin des woords. Oftewel, van licht psychische problemen tot zwaar verstandelijk beperkt. Ik werd er rondgeleid door een vrouw die met zoveel compassie sprak over de toenmalige bewoners, dat ik niet verbaasd was toen bleek dat zij zelf verpleegster was van mensen met psychische problemen. Ze vertelde me over het onhandelbare manisch-depressieve jongetje dat door zijn ouders naar het Apeldoornse Bos was gestuurd en zo ongelooflijk goed piano bleek te kunnen spelen. Over hoe de verplegers hun liefdesperikelen hadden en over hoe het de Jodenhemel werd genoemd. Omdat men dacht dat de bezetter deze mensen toch ongetwijfeld wel met rust zou laten. En over hoe het afliep. Op 21 januari 1943 arriveerden om 6 uur 's avonds vrachtwagens van de Ordnungspolizei. Hauptsturmführer aus der Funten, die ook de Amsterdamse razzia's leidde, sprak het personeel toe. Alle bewoners moesten worden opgesloten. Het terrein was door de marechaussee omsingeld en in die nacht, van 1 tot 5 in de ochtend, zijn alle patiënten ingeladen. Soms in pyjama, soms naakt. Met matras en al van hun bed getild, opgestapeld in de laadruimen van vrachtwagens. Matras op matras. Sommigen al gestikt, nog voor ze het station van Apeldoorn hadden bereikt. Buurtbewoners hoorden het geschreeuw van patiënten die niet in staat waren te begrijpen wat ze overkwam.
Die ochtend vertrok vanaf station Apeldoorn een trein met 1300 mensen. Niet naar Westerbork, daarvoor werden ze te inferieur geacht, maar rechtstreeks naar Auschwitz. De gehele reis bleven de zelf ook uitgeputte verplegers zorgen voor hun patiënten, onwetend over wat er bij aankomst zou gebeuren. Ze werden niet vergast, ook dat was voor deze categorie mensen niet nodig. Ze werden verbrand, levend, in een van de vuurkuilen in het kamp. En zo eindigde het Apeldoornse bos, waar zoveel jaren met zoveel liefde voor duizenden patiënten was gezorgd. De jongste een jaar of 8, de oudste een jaar of 80. Zwak begaafd, depressief, psychotisch, autistisch. Ze waren weg, van de aardbodem verdwenen. In de halve eeuw daarna werd over het Apeldoornse bos nauwelijks gesproken. Bijna niemand in Apeldoorn wist ervan. In 1990 kwam er een bescheiden herinneringsmonument. Maar het verhaal van de bewoners van het Apeldoornse bos belandde niet in onze geschiedenisboeken. Toen ik van het kruispunt wegfietste, dacht ik aan de nazi-propagandaposter die ik ooit in een Berlijns museum zag. Een tekening van een man met een verstandelijke beperking met de tekst: deze man kost ons jaarlijks 10.000 D-mark. Ze hebben gehandeld naar hun propaganda, dacht ik. Het waren geen loze woorden. En ik dacht aan wat de vrouw die me rondleidde had gezegd. Als je hierover vertelt, vroeg ze, wil je dan ook zeggen dat mensen ook nu liever eigenlijk niks te maken willen hebben met verstandelijk beperkte mensen? Hierbinnen zijn ze geschokt en verdrietig. Maar als ze naar buiten lopen, willen ze niks meer mee te maken hebben. Ze vinden ze lastig en eng. Ik zal het doen, zei ik, en doe het bij deze. Ik stapte op de fiets, vastbesloten op zijn minst een paar mensen te vertellen over dit duistere, maar niet te vergeten Gelderse erfgoed. En terwijl ik wegfietste langs de torenhoge reclamezuil van de Burger King, de Decathlon en de Mediamarkt, dacht ik na over het wonderlijke fenomeen dat aandacht heet. Dank u wel.